deze beschouwing. Die gaat over moraal. Daar kan je het niet vaak genoeg over hebben. De motivering voor deze uitzending, deze beschouwing heb ik gehaald van een filmpje dat ik keek van Seven Molineux. Ik vind dat dat iemand is die jullie ook zouden moeten bekijken. Om hem in het kort te schetsen. Hij is opgevoed door een geesteszieke moeder. Hij heeft een verschrikkelijke jeugd gehad, slachtoffer van kindermishandeling. Toen is hij de automatisering ingegaan. En daar heeft hij heel veel geld verdiend. Toen heeft hij zijn bedrijf. Of zijn bedrijfsaandeel of zo, heeft hij verkocht. En toen heeft hij een vrouw gevonden. En met die vrouw heeft hij een kind. En die vrouw die werkt. En hij is een. Uh, hij doet de huishouding. Een stay-at-home-dad, wou ik zeggen. En hij heeft dat YouTube-kanaal van hem. En dat heet Stefan Molineux. Het is dus een Franse naam. Stefan heet hij eigenlijk dan. Stefan Molineux. Met een Y, net als Perry. Stefan Molineux. Ja, hij komt uit Canada. Daar wonen veel Fransen, hè? Franstalige mensen. Hij heeft een, een atheïstische kijk op de wereld. En hij heeft veel kennis van filosofen en filosofische werken. Dus hij noemt zichzelf ook het grootste filosofiekanaal van YouTube. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. De laatste tijd gaat het niet zo goed met zijn kanaal. Het aantal abonnees is aan het dalen, en de inkomsten zijn minimaal. En dan doet hij ook nog reizen en dan maakt hij filmpjes op locatie. Eh, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Hè. En wat levert dat op? Hè? Eh, volgens mij heeft hij, het, heeft hij het de laatste tijd niet makkelijk. Maar ja, wie wel? Ik heb het erg makkelijk. Ik zit in de ziektewet. <laughs> ja, het is toch wat. Van een deeltijdbaan naar de ziektewet. Ja. Sommige mensen hebben altijd mazzel. Ja, ik heb een kleine operatie gehad aan mijn hand. Dan laat het woordje klein maar weg. Nou, het was klein. Ze dus hebben alleen met pink geopereerd. Maar jeetje zeg. Het is net alsof mijn lichaam is veranderd in een pink van twee meter lang, één meter breed en één meter diep. En een lichaam van 50 bij 50 centimeter. Mijn hele dag staat in het teken van mijn uh, aan flarden gesneden pink. Ja, hij, hij is heel kundig geopereerd, maar. Ik zit onder de pijnstillers. Nou, Stefan Molyneux, die, die houdt zich bezig met de kwestie van moraal. Nou, dat, dat vind ik terecht. Ik vind dat iedereen dat moet doen. Niet alleen Stefan Molyneux, niet alleen een filosoof. Ik vind dat iedereen zich bezig moet houden met de kwestie van moraal. Punt 1, wat is moraal? En punt 2, waarom is het noodzakelijk? Dat het is. Ja. Wat ik minder vind aan Stefan Molyneux. is dat hij niet stilstaat. bij het bewijs. van Arthur Schopenhauer. uit 1840. Met dat. Uh, nou niet eens zo'n dikke werk. Dat is een vrij dun boekje. Ik heb het hier in huis. Uh, die grondlaken Der Moraal. Uh, Uber. Die Groenlaken der Moraal. Over de grondslag. Niet zo mooi Nederlands, maar over de grond, zou je kunnen zeggen. Over het fundament. van de moraal. Ik vond het een heel goed boek. Ik heb het in één ruk uitgelezen tijdens een vakantie. in Turkije. Het was best een leuke vakantie. Vooral omdat ik dat boek had. Voor de rest, ja, Turkije, het is niet helemaal mijn ding hoor. Maar ik hou meer van uh, uh, dat als je een weg hebt met asfalt, dat je dan ook echt een weg hebt met asfalt en niet dat er dan om de 150 meter plotseling geen asfalt is. Van, oh ja, dat moesten we nog repareren, maar dat hebben we niet gedaan. En trouwens, het maakt het uit. We hebben het nou zo lang niet gerepareerd. Ja, iedereen weet het wel dat daar een kuil in de weg zit. Dus we rijden toch omheen. Dus waarom zou je het repareren? Dat, dat heet met de Turkse slag of zo. En dat het met het asfalt zo gesteld is, dat is iedereen gewend. Want met de stoepen is het niet anders. En dan ben je dan in een badplaats waarvan je mag denken, bodroem zat ik, hè? waarvan je mag denken. Aan, ja, het is er in het belang van iedereen uh, dat je die wegen goed onderhoudt. Het gaat toch om een badplaats? Je wilt er aantrekkelijk overkomen? Ja, het is er niet zo duur. Aan de andere kant, het had net zo goedkoop kunnen zijn, die vakantie... als ze daar in bodroem die trottoirs hadden gerepareerd... en dat asfalt hadden gerepareerd. En als je in een huis gaat slopen, dat je het ook afmaakt. Ik vind het ook zo irritant. Hè? Aan iets gaan beginnen, dus dan begin je met een huis te slopen... en dan heb je het bijna helemaal gesloopt... en dan denk je, ach, ja, laat maar zitten. En dan staat daar zo'n halve bouwval... Met allemaal glasplinters eromheen. Jeetje. Nou, ik heb het over moraal, hè. Ik vind dat een gebrek aan moraal. Dat doe je toch niet? Of je breekt een huis niet af. En dan ga je het opknappen. Of je breekt een huis niet af, want het hoeft niet opgeknapt te worden. Want tante Gerda woont er nog. Nou, dan hoef je helemaal niks te doen. Uh, nou, of dat huis wordt niet bewoond, en dat kan ook niet, want dat is één grote puinhoop. En uh, ja, dan ga je het dus of opknappen, of je breekt het af. Eén van beide. Maar je laat het niet voor wat het is. Ik zag daar in Bodrum een auto staan, langs de drukke, nou dat is een drukke weg, die, die gaat dan naar de haven toe en van de haven af naar het achterland. Dat is toch vier baans weg of zo? Nou, twee baans. Ja, een we drukke weg in elk geval. En is dan is er zo'n parkeerhaventje... en daar stond een autovrak. En door die auto... Waren, door die auto heen... Hè, groeiden planten. <laughs> dus uh, bij de bijrijdersstoel... daar stond een of andere plant... en die had een gaatje gevonden in de onderkant. En daar was het doorheen gekropen... met een van zijn takjes en dacht van... hé... Hey, hier is wel licht. Oude groeien wel lekker door. En die Turken denken dan... Ja, vroeger was het een auto. En nu is het een plantenbak. Leuk, hè? Dat maakt die Turken niet uit, joh. En dan komen die Turken... Maar ja, dan snap ik ook wel... die Turken hier naartoe komen. Hier heb je dat soort toestanden niet. Als je hier een autovrak hebt, dan, dan breng je dat netjes naar de sloop. Krijg er nog een tientje voor ook. Hier is het allemaal goed geregeld. Als er hier een, zit, een gat zit in het asfalt... Jongen, binnen no-time staat er punt 1 een hek omheen met wit en rode strepen. En een, een geel knipper ligt erbij. Pas op, pas op, pas op, pas op. En, en twee dagen later uh, grote machines en... Uh, en van die mannen met checkjes, zware check meestal. En even later is het gat weg. Nee, in Turkije kan dat niet. Nee, we gaan wel naar Nederland of dus wij uh, In Turkije Wij doen het zo. Kijk, als wij uh, houden ook uh, heel graag van asfalt, wat deugd en trotvaren waar je lekker over kan wandelen. En uh, ja, dat, uh, jo, dat, dat, dat is dus gebleken, hebben wij gekeken. Hè? Dus uh, dat is in Nederland, is dat? Dus ik zei tegen mijn kinderen en mevrouw: papa houdt van asfalt wat gerepareerd is, en stoptegels die nekjes liggen. En kijk eens, dit is de brochure van Nederland. Nou, daar gaan we naartoe. Ja, nou, papa, waarom dan niet in Bodrum? Ja, daar wonen Turken. En dat is, uh, ja, daar houdt papa niet zo van. Die doen het met de Turkse slag. Kijk, dan moeten die Turken gewoon eerlijk zeggen: wij kunnen niet zorgen voor ons eigen land, dus komen wij naar Nederland. En kan je ons alsjeblieft leren hoe dat moet? De asfalt te repareren en iets af te maken wat je begonnen bent. Dat is moraal. Ja. Anyway, terug naar Arthur Schopenhauer. Ik was dat boek aan het lezen van hem. Uber uh, die Groenlaken der Moraal. Heb ik dus in één vakantie uitgelezen. Ja, dat klopt. En hoe kan. En dan waar het even om dat te vertalen. Wat Schopenhauer doet, is hij legt uit waarom moraal noodzakelijk is. Want als moraal niet is, dan is er niks. Dus wil er iets zijn, dan moet daar moraal voor zijn. Zonder moraal heb je niks. Heb je dus niet iets? Dat legt hij uit. Dus moet moraal noodzakelijk zijn. Punt. En Schopenhauer kan dat vrij eenvoudig bewijzen doordat hij uitgaat van zijn uitgangspunt, zijn dogma. En dat dogma is gebaseerd op het dogma van Immanuel Kant. En het dogma van Immanuel Kant is niet weerlegd in de afgelopen 220 jaar. Dus ik vind dat we inmiddels mogen zeggen dat het onweerlegbaar is. Ik, sprak gisteren, of sprak, ik kreeg eergisteren nog een e-mail van iemand die zei. Nou, maar we zijn nog druk bezig om Kant het vuur aan de schenen te leggen. Kijk maar op Wikipedia staat een kritisch stukje over die oude Duitse professor. Ja, en dan lees je dat stukje en dan is het een of andere hoogdravend verhaal van iemand die zegt... Ik als rationalist, ik vind bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Ja, dat bedoel ik nou. Ja, dus we gaan niet kant weer leggen, nee, want daar, daar we hebben we helemaal geen zin in. Dan moeten we leren wat synthetisch a priori betekent en... Uh, wat? Synthetisch a priori? Kan je dat bestellen bij de Chinees? Oh, dat moet met logica. Ja, nou, kijk, ik vind dus zelf, hè. Logica. Dan denk ik van ja, punt 1. Wie heeft dat verzonnen? Is er een soort meneer of mevrouw logica geweest? En hebben we het daarom logica genoemd of zo? Ik wil eerst het bewijs willen zien dat logica überhaupt werkt. Ja. Zijn er zijn van die mensen die geloven wel dat toiletpapier werkt. Maar ze zien er niet de logica van in. Dus uh, toevallig dat toiletpapier werkt. Het had net zo goed uh, iets anders kunnen zijn, hoor. Ja, ja dat is echt verschrikkelijk. Als je het hebt over moraal en mensen. Hè, dat, dat is echt te erg woorden. Het, het is er niet. Dat is het hele punt. Iedereen klaagt dat de wereld zo slecht is. Hè, want, uh, God is dan niet. God is niet goed. <laughs> Omdat mensen zo slecht zijn. <laughs> oh, 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 Als uh, God goed was, dan had hij wel goede mensen geschapen. <laughs> oh, 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 oh. en ook weer die verhalen van mensen. De, 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 de hebben ze huizen heel goedkoop kunnen kopen in de Uiterwaarden, want dat leek ze wel leuk. Ze <laughs> zeggen bescheuren dat verhaal. Ergens in Limburg in de Uiterwaarden. Kom wonen en werken in de Uiterwaarden. En de huizen waren echt redelijk goedkoop. En dan die mensen van Uiterwaarden. Nou, dat lijkt me wel een leuke plek. Dat, dat, oh, en dan wonen we in de Uiterwaarden. Nou, daar wil iedereen volgens mij wonen. Nou, Jon, koop dat huis maar, hoor. Zo goedkoop. Wij gaan wonen in de Uiterwaarden. En dan denken ze dat de Uiterwaarden, dat dat ligt bij de, de innerwaarden. Je hebt de innerwaarden, de uiterwaarden, de linkerwaarden en de rechterwaarden. En dat zijn allemaal de waarden, waaronder de Uiterwaarden. En dan wonen wij in de Uiterwaarden. Ja, en toen kwam er dus die. Dat was ergens. In het begin van deze eeuw volgens mij. Dat er zo enorm veel regenval geweest was. En of neerslag geweest was in de vorm van sneeuw en alles. Hè. Er ging hele heleboel smelten. En er gingen de rivieren natuurlijk al dat water afvoeren. En toen bleek in dat die uiterwaarde. dat dat zo genoemd was, omdat dat het gebied was tussen de zomerdijk en de winterdijk. Het was overstromingsgebied. En daarom heet het Uiterwaarden. Daar ga je toch niet wonen? Sukkel. Nou, en die mensen hadden dat dus wel gedaan. Die hadden dus woningen, er waren meerdere mensen, woningen gekocht in de Uiterwaarden. Nou, toen kwam dat water dus. Toen stroomde de zomerdijk, ging uh, wop onder. Kopje onder. En toen stroomde de Uiterwaarden vol. En die mensen zo van, hé, 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 hier wonen wij, hier wonen wij, ramp, ramp. Nou, God is niet goed. Nee, mensen zijn niet goed bij hun hoofd. En die weet terug naar Schopenhauer. Schopenhauer zegt dus op basis van Kant: en Kant heeft het erover dat er een ding is. Hij noemt het het ding op zichzelf. En dat is wat er werkelijk is. Dat is het ding dat is. En dat ding dat is buiten tijd en buiten ruimte. Omdat ruimte en tijd dat zijn producten van ons kenvermogen. Dus als wij willen weten hoe dat ding in elkaar zit, dan moeten wij denken buiten ruimte en buiten tijd. Nou, dan geef ik je even deze zen-boeddhistische zen -boeddhistische oefening. Want hoe zou het zijn als er geen ruimte en geen tijd was? En dan kom je aan de essentie van dat ding waar Kant het over heeft. En dat moet, dat, dat kan niet anders. Het is het enige wat overblijft. Als je, er is een, een wet van Sherlock Holmes... als je het onmogelijke hebt geëlimineerd... Dus alles wat niet kan, dat heb je van tafel afgeveegd van de mogelijkheden. Je hebt ontzettend veel mogelijkheden met hoe iets kan. Hè? En alles wat niet kan, dat, uh, dat leg je terzijde. Dat dat wat je overhoudt, dat is dus de waarheid. If you eliminate the impossible, that what remains is the possible. Nou, zo is Kant aan de slag gegaan. En ja, dat, dat, dat heeft hij dus opgeschreven in het boek Kritiek uh, der Reine Vernuft. Dat heeft niemand weerlegd. Niemand. Het is niet gebeurd. En dan zijn er mensen zei dat een dagen en die zeggen, ja, maar ik ben het niet eens met Cantor. Dat is net zoiets als dat ik je zegt van, uh, nou, ik ben het niet eens met uh, Pythagoras en zijn stelling van A-kwadraat, B-kwadraat C-kwadraat. Ik vind het maar, uh, uh, moet het echt zo, denk ik ten eerste. En uh, trouwens, het is wiskunde en wie heeft wiskunde nooit bewezen. En, uh, nou, dat soort dingen dus, uh, ik vind het helemaal niet gevoelsmatig kloppen hoor. Anyway, Schopenhauer heeft dat DAS, het ding op zichzelf, ding aan zichzelf, dat heeft hij een naam gegeven en dat noemt hij de wil. Het is de wil die alles creëert. Dus het is een actief gebeuren, want het DAS van Kant is eigenlijk een stilstaand iets. En Kant kwam er dus ook niet uit met zijn begrip moraal, of met zijn onderbouwing van de moraal, dat, dat kwam hij niet uit. Maar Schopenhauer wel. Door uit te gaan van die wil. Want het DAS van Kant staat gelijk aan de wil van Schopenhauer. En de wil van Schopenhauer is een beter woord dan DAS. Punt. Kan je daarover ophouden? Ja, ja. En dat weet dan uh, Stefan Molineux niet van het, de onderbouwing van Schopenhauer. Ik wil jammer voor hem. En het mogen duidelijk zijn dat Kant dus de deur heeft opengezet voor zo'n fenomeen als de God van de Bijbel. die wordt gezien als de schepper. Want de schepper staat namelijk buiten tijd en buiten ruimte. In het begin schiep God hemel en aarde. Dat geeft al aan dat God buiten tijd en buiten ruimte staat. Dus wat Kant zegt van het scheppende, dat wat ons veroorzaakt, dat staat buiten tijd, buiten ruimte. Dat is precies wat in Genesis 1 vers 1 staat. Bereshit bara Elohim et ha-mayim Haaretz. Ja, dat is Dus Genesis 1 is logisch onderbouwd door Kant. Kant heeft ook gezegd dat hij het weten moest opheffen om ruimte te maken voor het geloof. En Kant kreeg het enorm aan de stok met de katholieke kerk. Dat wil zeggen, de katholieke kerk uh, heeft hem gedreigd met uh, vervelende maatregelen... als hij niet ABCDE, als de wie de weerga. En het heeft Kant heel verstandig gelijk gedaan. Die heeft gelijk tegen de kerk gezegd van... Uh, oké, okay, zeg maar wat je wil, zeg maar wat je wil... Oké, okay, dat niet me zeggen, dat niet me schrijven, dat niet me. Meer... Oh, is goed, is goed, is goed, is goed. Kant heeft wel linkeraad gekeken. Ja, je gaat natuurlijk niet uh, dansen met een beer, want de beer is degene die vertelt wanneer het dansje voorbij is. Hè? Slimme man die Manuel Kant. Daar hebben wij veel aan te danken. Het is jammer dat, het, uh, ja, dat niemand het, over, het erover heeft. Het is jammer dat dat niet gedoseerd wordt. Het zou echt gedoseerd moeten worden. Ik zag de geschiedenisboek van mijn kind, dat moest erover horen. Dat deed ik liever helemaal niet, want ik vind dat dat niet hoort. Het is haar onderwijs en zij lost dat probleem erop. Dat heeft ze mij niet meer nodig. Klinkt hard, maar zo is het ook. Nou, mijn dochter was toen 14 of zo, 13, 14. Nou, kom op. Het is haar onderwijs. Kijk, ja, een kind leer je lezen. Een kind leer je rekenen. Een kind leer je zwemmen. Een kind leer je steppen. Een kind leer je fietsen. En. Nou, ik heb mijn kind ook geleerd uh, van de stelling van Pythagoras en dat soort dingen. Omdat ze dat op school niet kreeg. Ik denk, nou dan doet papa het wel. Ik heb er ook uh, basis, schoniometrie geleerd, sinus en cosinus. Omdat ze dat niet kreeg op school. En ik denk, ja, dat vond ik wel heel erg. Ze dus kregen wel meer dingen niet op school. Dat vond ik wel heel erg trouwens. Ze vinden het ook immoreel. Het onderwijssysteem in Nederland is immoreel. Het zou afgeschaft moeten worden. Iedereen die bij het ministerie van Onderwijs geld verdiend heeft, moet al dat geld teruggeven. Elke cent. Plus rente. Elke cent. En dat hoor je goed. Iedereen die meegewerkt heeft aan het voor de gek houden van de jeugd van Nederland, terugbetalen. Alle salarisstrookjes gaan we boven tafel krijgen van die mensen zelf. Of we gaan schattingen maken. Alles komt terug met rente. En dan rekenen we een bescheiden rente van 4% per jaar. Oké. Okay. En als je niet betaalt, ga je de gevangenis in. Dwangarbeid. Hij moet afgelopen zijn. Moet, wij hebben het nooit mogen toestaan: dat onze jeugd worden gek gehouden zou worden door mensen die daarvoor betaald worden. Het allergrootste, immorele schande van Nederland. Ik ga schreeuwend het graf in. Op mijn grafsteen komt te staan, maak die onderwijslui af. Door maak het kwei af wat ik begonnen ben. Maak de destructie van het onderwijs af. En als eerste gaan we die daders berechten. Uitkleden die handel. Tot op de laatste cent. Want durven ze wel niet, man. Mijn kind was twaalf. Ze had het tentamen wiskunde, zei ze. En dat bleek te gaan over het uitvoeren van een staartdeling. Hoeveel is 200 gedeeld door 75? Ze kan je dat niet? Want ik had er al leren. Nou, ik heb er alles al geleerd. Maar ik, ik, had, ik was ervan uitgegaan dat delen, dat ze dat op school kreeg. Maar dat was dus niet zo. Heb ik haar in één avond. geleerd hoe je een staardeling moest doen? Dat wist dat kind niet eens. Jeetje, wat een ramp. Nou, heb ik dus haar in alles bij elkaar twee uur tijd leren staartdelen. Weet je ook gelijk waar het hele onderwijs op slaat? Namelijk helemaal nergens op. Een kind kan je leren rekenen in veertig uur tijd, klaar. En die veertig uur die smeer je uit over een jaar of zo. En dan kan je kind rekenen, of het kan het niet. Er zijn zoveel manieren om een kind te leren rekenen. Je kan een kind bijvoorbeeld ook leren schaken. Dan kan het ook rekenen. Een pion is één punt, een loper is drie punten, een paard is ook drie punten, een toren is vijf punten en een koningin is negen punten. En een koning is onbetaalbaar, dus die heeft geen punten. Want als je die kwijt bent, is het spelletje voorbij. Nou, ja, dan moet je goed kunnen optellen en aftrekken. Dus er vinden vier zetten plaats. Twee van jou, twee van de tegenstander. Jij wordt een pion kwijt en die ander is een paard kwijt. Ja, wie is er dan de winnaar van die vier zetten? Ja, jij natuurlijk. En hoeveel heb je dan gewonnen? Ja, twee natuurlijk. En drie min één is twee, weet je nog. En voor de rest moet je kinderen dus wat trucken leren. Ik vind dat je kinderen uit hun hoofd moet leren... de serie van 100 gedeeld door 1. Nou, die is makkelijk, hè? Maar 100 gedeeld door 2, dat is 50. 100 gedeeld door 3 is 33. 100 gedeeld door 4 is 25. 100 gedeeld door 2 is 50. 100 gedeeld door... Uh, nou, gaan we even door. Oké, okay, hoor. 2 is 50. 3 is 33. 4 is 25. 5 is 20. 4 is 5. Nou, verder. So Tot en met uh, 100 gedeeld door... Ja, 19, 20. Ja, zoiets. Die serie moet je uit je hoofd weten. 100 gedeelte 6 is 16. 100 gedeelte 7 is 14. Ongeveer, hè? Maar dat moet iedere kind uit zijn hoofd weten. 100 gedeelte 11 is 9. 100 gedeelte 8 is 12,5. Dat moeten kinderen uit hun hoofd weten. Ik heb 100 kinderen. 90 snoepjes. Hoeveel snoepjes kom ik tekort om ieder kind een snoepje te geven? <laughs> Het onderwijs is immoreel hier in Nederland. Het hele onderwijssysteem is immoreel. Het is, het is erop gericht dat kennis met mate verspreid wordt. En dat mag helemaal niet. Kennis moet je met ruime hand verspreiden. Kennis moet je laten verspreiden door mensen die er plezier in scheppen om kennis door te geven. Een school mag niet verplicht zijn. Dat is ook erg belangrijk. Als je school verplicht maakt, dan gaan er dus ook kinderen naartoe die dat alleen maar doen omdat het moet. En die zijn niet gemotiveerd. Dus school mag je nooit verplicht maken. Het moet vrij toegankelijk zijn voor degene die zich gedragen. Als jij naar de school toe gaat en je gaat in de klas lopen klieren, ja, dan word je eruit gezet natuurlijk. Een onderwijs hoeft helemaal niet duur te zijn. Dus... Dan heb je nog specialistisch onderwijs. Dat is dan als je een bepaald vak wil gaan leren. En ik kan me voorstellen dat, dat daar wel regels aan zitten. Van nou, we willen je wel leren hoe je halogeen moet lassen. Uh, maar dan kom, je wel, uh, yeah? dan kom je wel voor ons werken. Als halogeenlasser. Of wat, wat je ook maar hebt, CO2-lasser. Of... Noem maar wat hoor. Specialistische opleidingen, dat, daar mag je regels aan stellen, maar algemene kennis. En wij moeten dan in een ja, landelijk, liever mondiaal, leggen wij vast wat algemene kennis is die gratis toegankelijk moet zijn. Waar je gratis training in kan krijgen. Nou, dan heb je het dus over lezen, rekenen, geschiedenis. Nou, wat dan meer. Ja, adreskunde een beetje. Maar je hebt Google Maps tegenwoordig. Wat dus. je een beetje leert over hoe de geschiedenis ongeveer in elkaar zat. Het verhaal is niet zo moeilijk hoor. Toen onze historie begon, dus het geschreven woord begon. Toen had je in Babylon, dus wat we nu Irak noemen. had je dictatoriale regimes. En die waren dan gevestigd in een stad met muren. En nou, dat waren terroristische organisaties die, die deden aan landje pikken en mensen onderdrukken en zo. En die hadden dan een zelfverzonnen religieus systeem met heel veel goden. En ze deden, ja, ze deden veel aan, aan, aan seksuele uitspattingen en nou, hele immorele toestanden was dat. Waarom dat? In de Bijbel wordt dat genoemd Babylon. Nou, en dat Babylon, dat heeft zich net als een kanker dat doet in een menselijk lichaam, heeft zich dat van de ene plek naar de andere plek verspreid, uitgezaaid is daar het mooie woord voor. Het heeft zichzelf uitgezaaid. En overal waar een morele regio was met hardwerkende mensen die voor elkaar zorgden, daar heeft Babylon bezit van genomen. En die mensen in de waan gelaten dat ze nog steeds voor elkaar konden zorgen, maar dat dat dan nu die zorg voor elkaar door regels werd gestuurd. En dus zou het daardoor beter worden. We zouden dus beter voor elkaar gaan zorgen met heel veel regels voor de manier waarop je voor elkaar moet zorgen. En daar zou Babylon wel voor zorgen, voor die regels. En achter de schermen zaten zij zich het buikje rond te eten van onze inspanningen. En dat is gebeurd. En dat gaat tegenwoordig door. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Dat en het feit dat de bevolking het al lang best vindt dat ze dom gehouden worden, want echt leren willen ze niet. Ze willen liever domme slaafjes zijn. Nou, dat moet je de kinderen leren. Van, nou, jullie bent geboren in een samenleving waarin het zo in elkaar zit. Jullie ouders wilden nooit leren. Ja, ik zeg niet alle ouders, hè, maar in de regel. Wille ouders wilden toen toen ze klein waren wilden ze niet leren. Ze zijn die reden ook dom gebleven. En om die reden zijn ze tot slaaf gevallen aan Babylon. Ja. En jij zit midden in die soepzooi en kijk maar wat jij wil. Jij kan ook net als je ouders even kiezen om helemaal niks te leren... En dan word je ook een slaafje van het systeem. Of je gaat dwars tegen de stroom in en je gaat wel wat leren. En dan. Ja, dan krijg jij. Nou, dan, dan, dan ga je zien waar je zeggenschap ligt. En daarmee ben je dus minder slaaf. Dat je krijgt, iedereen heeft in bepaalde mate, namelijk zeggenschap. En in de mate waarin je zeggenschap hebt, ben je geen slaaf. Huh? Het gaat om de balans tussen zeggenschap en verantwoordelijkheid. Dus als je wel verantwoordelijk bent, maar je hebt geen zeggenschap, dan ben je een slaaf. En als je heel veel zeggenschap hebt, maar je bent niet verantwoordelijk, dan ben je een tiran. En is het mooi in evenwicht, dan ben je een, uh, een happy, blij, normaal iemand. Nee, dan heb je net zoveel zeggenschap als verantwoordelijkheid. Dan functioneer je lekker. En die zeggenschap, daar, daar zit het hem. En mensen hebben zeggenschap. Er zijn heel veel dingen in jouw leven die kan je zelf bepalen. Uh, bijvoorbeeld, uh, duik je zomaar de koffer in. met Jan en alle man. Daar heb jij zeggenschap over. Dat kan jij kiezen. En als je. Uh, niet een opleiding hebt gehad. en je niet verdiept hebt in moraal. en al die dingen. dan. ja, dan maakt het jou niet zo gek van uit Dan denk je: ja, dat kan je wel doen, kan je niet doen. Weet je wat? Ik doe het een keertje wel. Ja. Terwijl als jij. Je verdiept in moraal, als je je verdiept in kennis, als je je verdiept in het zijn, in het woord, dan ga jij vinden dat je niet zomaar met Jan en Alleman seks moet hebben, en dat het hebben van seks voorbehouden is aan twee mensen die elkaar hebben gevonden en één van vlees willen zijn. En dat kan je pas willen als je iemand heel goed kent. Dus dat kan niet zomaar van het een op het andere moment. Kijk, en dan heb jij. op die fronten heb jij zeggenschap. Ook in wat je eet. Uh, hoe jij. Uh, Hey, jij hebt altijd een bepaalde hoeveelheid geld die mag je naar eigen lieve uitgeven. Je, je, ze knijpen je af qua geld. Ik spreek even voor de Nederlandse situatie, maar het is overal over de wereld hetzelfde. Ze knijpen je af. Je hebt maar heel weinig vrij te besteden geld. Maar ja, jij kan wel kiezen waar je het aan uitgeeft. Daar heb je wel zeggenschap over. En heb jij goed kennis van de wereld en van jezelf en van de moraal en al die dingen... ...dan ga je je geld verstandiger uitgeven. Dan koop je bijvoorbeeld geen hele grote plasma-tv van 1800 euro. Wat wil je dan niet? Waarom? Nou, Waarom zou je dat willen? Door, ik bedoel. Als je het daarover hebt. Hè, dan iets van moraal en tips en zo. Ik heb hier. Een internetabonnement. En dat kost mij 32 euro in de maand. Dat is best duur. Maar dat is het ook. Voor de rest heb ik helemaal niks. Ja, ik heb nog een mobiele telefoon. Uh, 15 euro in de maand of zo is dat. En die gebruik ik spaarzaam. Dat is ook geen smartphone. Zo. Want waar heb ik die voor nodig? En als ik ergens naartoe moet. Ja, dan moet ik van tevoren even kijken op uh, Google Maps. Uh, waar ik precies moet zijn. Dus dat kan ik dan niet uh, online. Als ik daar ben, even op mijn smartphone kijken hoe ik moet lopen. Nee. Dus dat is onhandig. Maar ja, daar heb ik mij weer neergelegd. Dat is dan maar zo. Maakt mij verder niet uit. En zo leef ik zo zuinig mogelijk. Ja, dat is moraal. Je We hebt wel die maffe dingen niet nodig. Want voor dat geld moet je allemaal werken. En waarom is werken nou weer leuk geworden? Hè? Beter werk je zo min mogelijk. Dat is economisch. Hè? Economie betekent zoveel als zuinigheid. Je moet zuinig zijn met jezelf ook. Doe het kalm aan, man. Serieus. Laat je niet gek maken. En dan terug naar die Stefan Molineu hè, met zijn moraal. Hij heeft dan zelf uitgevonden dat het niet gewelddadigheidsuitgangspunt dat zou iedereen moeten volgen. We moeten niet gewelddadig doen. Hmm. En, hmm. ja, maar waarom dan? Dat is het punt. Waarom moet dat? Ik ken stapels mensen die vinden dat het helemaal niet moet, die leven van gewelddadigheid. Dat is hun. Uh... Wijze van bestaan. En dan kom ik terug op het feit dat Stefan Molyneux zich dus niet heeft verdiept in de essentie van het werk van Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer. Alhoewel hij dan de grootste filosofieshow van het internet is. En dat die beide heren dus verteld hebben dat logisch gesproken Genesis 1, vers 1 de correcte opening is van een Bijbel. Een Bijbel. Hè? Dus als je een Bijbel, en dat is even een Bijbel is dan het boek van het bestaan en de positie van de mens in het universum, hè? laten we dat even noemen als een Bijbel. Nou, hoe zou die moeten beginnen? Nou, ja, met de Bereshit Barai Elohim, et Hashamayim, het hares. Want dat wat alles geschapen heeft, staat buiten ruimte en tijd. Nou, zet het dan gelijk aan het begin in de eerste regel. En dat mist Stefan Moliner. En dan komt hij er met zijn moraal... Niets uit. Want zonder God, zonder Bijbel, zonder woord van God geen moraal. Ja, nee, je kan zeggen, Arthur Schopenhauer heeft het dus ook zonder God geklaard. Maar nu gaat hij dus uit van de wil. En you believe me, dat, dat wat Arthur Schopenhauer de wil noemt, dat is conform wat in de Bijbel God wordt genoemd. En de strijd om moraal, die is, ja, dat, dat, dat is een strijd. In de Efeze, de brief van Paulus is het hè, aan de Efeze. Hoofdstuk oh, 6. Daar staat, ik pak hem er even bij. Hè. Er wordt wat met één hand Bijbel lezen. even de microfoon bijstellen even goed hoor 11:45 Dat ik er was, maar dat was 10:45. Kijk, als je twee handen hebt, gaat het sneller hoor. Nou ja, dat ligt dus niet aan de Bijbel, dit ligt aan het feit dat ik maar één hand heb. Ja, die ik kan gebruiken. Ik heb die andere nog wel. maar... <laughs> 11:3 en 11, 13: Corinthië en op 39. Ja, Efeze. Dan de tekst. Ik moet er maar eens een keer streepjes bij gaan zetten. Dat zou toch wel leuk zijn. Dat is hoofdstuk 6 en dan vers 12. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Je zou hier een t-shirt van moeten maken. En dan eigenlijk alleen de eerste frase. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Het zegt God, hè? Het is het woord voor God. Dus als jij je afvraagt hoe het toch komt dat ze... Vanuit de overheid de Bijbel weg willen hebben uit het denken van de mens. Ja, zie hier het bewijs. Want de Bijbel waarschuwt voor de overheden. Ik kan er weinig aan toevoegen. En het is voor jou ongetwijfeld moeilijk om te accepteren... dat... de wil... zijn woord... heeft laten opschrijven. Hè, dus dat, dat, dat iets wat... buitentijd... En buitenruimte staat. De wil is dat. Ik heb er nog niet zo even over uitgeweid. Maar ga maar even nadenken over wat ja. wil is. Ja, ga eens kijken. Stop een, een, een zaad in een pot met aarde. Nu heeft dat niet zoveel zin, het is nu uh, in november, maar nou, zo dadelijk, als de dagen langer worden. Ergens in, in maart, februari misschien al. Dan doe je een zaad in een pot met aarde. En die pot met aarde die zet je op een vensterbank. Dan kijk eens wat er gebeurt. Wat je dan ziet, dat is de manifestatie van de wil. En dan kan jij zeggen: ja, Peri, dat is niet de manifestatie van de wil. Dat is gewoon een zaad dat uitkomt. Dan begrijp jij mij niet goed. Het gaat erom dat jij leert wat de wil is. Als jij zo'n zaad, als je dat eh, opensnijdt en je gaat er met een microscoop naar kijken, dan zie je nog steeds de wil niet. Je ziet alleen maar dat zaad, en dat zaad is een product van de wil. Nu moet goed, je goed met me meedenken. Dus dat zaad, dat kan je opensnijden, maar je ziet de wil niet. Je kan de wil zien door dat zaad heel te laten. <laughs> Echt belangrijk, hè? He? <laughs> en het in een potje met aarde te stoppen. En dan zie jij de wil zich manifesteren. Dat is de wil. En als jij die ziet bij zo'n klein zaadje, denk dan eens over. ja, kijk dan eens naar jezelf. Want jij bent net zo goed een product van de wil. Als dat zaadje wat. Uitloopt. Snap je? Het is een gegeven dat mensen die... zich... zwaar hebben verdiept in wetenschap... Dat die neigen tot het accepteren van de Bijbel. En dat mensen die zich niets verdiepen in de wetenschap, de wetenschap een soort oneindige kennis toekennen. En dat ze zeggen, ik heb niet zoiets nodig als een concept van de wil. Om te verklaren hoe alles voor elkaar komt, want de wetenschap die zal wel een wetenschappelijke verklaring hebben voor het leven. Maar de mensen die met de wetenschap aan de slag zijn gegaan, die weten dat er geen wetenschappelijke verklaring is voor het leven. Anders dan dat je kan zeggen: het is. Nee niet. Dat is een, een kennis van mij, die is een atheïst. En die heeft heel lang heeft hij zich verscholen achter Charles Darwin. En inmiddels is die, ja, heeft hij zo vaak de discussie met mij verloren. Want hij zei dan dus van ik stam van de apen af. Ik zei ja, van welke soort apen dan? Nee. En waar stammen die apen dan vanaf, waar jij vanaf stamt? En uh, half apen of zo. Nou, ja, kortom, hij weet dat als hij met mij gaat discussiëren over evolutietheorie, dat hij er dan niet uitkomt. Dat hij dat altijd verliest. Ja, want ik ben namelijk niet gek. Ja, zoals iemand zegt, ik stam van de apen af. Ja, dan, dan denk ik, nou, dat is leuk. Maar waar. Uh, huh? En dan de rest. Dus dat weet hij dan inmiddels. En inmiddels zegt hij. dat hij geen verklaring nodig heeft. voor het ontstaan van het leven. Want het leven is er nu één keer. Dus hoeft het niet verklaard te worden. Hij heeft een uitkering. terwijl die wel kan werken. Hij weet. dat. Ja, hij maakt gebruik van bepaalde. Ja, wetmatigheden, <laughs> maar uh, regels, Nederlandse wetregels. En hij heeft zichzelf op die manier vrijgespeeld van arbeid. En hij lacht de hele Nederlandse samenleving uit. Hij krijgt 1200 euro in de maand uh, netto uh, binnen. En dan krijgt hij ook nog vakantiegeld. <laughs> en uh, iedereen kan zijn rug op. Die man is 52. Hij kan werken. Heus, hij kan werken. Maar hij, hij heeft dat slim gespeeld. Dus hij werkt niet. Zelfs vrijwilligerswerk. Dan zou je denken: van nou, maar dan wil hij wel in de buurt iets doen of zo. Nee joh, ook niet. die man die had uh, op een dag had een ongelukje gehad. Het, uh, er was alcohol bij betrokken. Hij was heel erg dronken. Hij was die gestruikeld in zijn woonkamer over een stofzuigerstang. Het is zijn enkel gebroken. Nou, en hij woont in een flat zonder lift. En toen zat hij even onthand en heeft hij dus uh, zijn vriendenkring gewaarschuwd. Van, ja, jullie moeten komen helpen, want ik kan helemaal niks meer. Nou, daar zijn we allemaal in touw gekomen. Onder andere hebben wij een hele dag lang zijn flat opgeruimd. Oh man, het was daar een rotzooi. En ik ben daar dus ook de hele dag bezig geweest, hè. Nou, en een hele tijd later had ik een leuk idee over een optreden met mijn beentje. En dan de familie uitnodigen van de bandleden. wel echt zo'n familie gebeuren meer niet. Hè. Maar wel gezellig. Iedereen mag komen kijken. En, uh, het gaat helemaal niet om geld. Het gaat om gezelligheid en iets leuks doen met z'n allen. En ik vroeg hem: van heb je zin om te komen helpen? Krijg je ook een drankje? Krijg je ook te eten? Het is een feestje en. Uh, ja, het is een feestje. Ik zou er wat geld tegenaan smijten. En... Het was niet mijn verjaardag of zo, maar wel zoiets. Hè. Zie het maar als een feestje. Maar hij zou dan moeten komen helpen. Want hij kon dat. Hij kan goed licht, of goed, weet ik niet. Maar hij kan licht bedienen. En dan kan jij, wil jij dan licht doen? Zou je het nooit? Nee, dan wil ik, ik wil wat doen, maar dan wil ik geld. Dan denk ik, ja. Ik heb toen die dag. heb ik een hele dag voor jou uh, staan schoonmaken. in jouw woning. En ik heb vervolgens nog heel vaak aan de lijn gehangen. om met het commandocentrum te praten. van gaat het allemaal goed met de boodschappen. en... Uh, hè? Ik heb al die zorg wel gedaan. en nu vraag ik een keer aan jou. om naar een feestje te komen. en dan moet je ook wat doen. Gewoon wat doen. Dan zit hij. Nee gezin in. Ja, zo iemand is ook ...atheïste. Die beschouwt het leven als gegeven. En ja, de sport is dat je zo min mogelijk doet en zo veel mogelijk geld krijgt op je bankrekening, zodat je lekker kan suipen en blowen elke dag. Een porno kijken, want dat is toch gratis. Kijk, dat is de, de moraalloosheid van de samenleving. En terug naar Stefan Molineux, Ja, dan komt hij met zijn niet gewelddadigheidsprincipe. Ja, ja dat is leuk verzonnen hoor. En hij heeft ook wel gelijk. Ik bedoel, het staat ook in de Bijbel: van doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen tegen jou doen. Maar. Mijn opmerking naar hem toe is dan van waarom zou je komen met iets wat punt 1 al lang in de Bijbel staat? En waarom kom je niet met de Bijbel zelf, want dan heb je gelijk al een hele hoop vriendjes en vriendinnetjes. Dus waarom zou je uh, het boek van de moraal opnieuw willen schrijven. Dan moet je zelf gaan beginnen. Met, uh, dan moet je met komen met wat anders. Dan moet je niet zeggen: et vet haarets. Dan moet je komen met een eigen frase. Maar wat ga jij er dan neerzetten? Ja, toch? En je kan wel komen met het principe van uh, niet-gewelddadigheid. Maar. Ja, er zijn toch situaties waarin. Ja, ik als christen dan. Ik, ik ben dus ook voor uh, het, uh, ja, het niet plegen van geweld. Ik ben ook tegen de doodstraf en zo. Maar ik weet wel dat er tijden zijn geweest waarin, ja, in de tijden van Mozes, dat we dat wel deden. Uit naam van God. En ik weet ook dat uh, waar de mensheid op afstreeft met hun verering van het atheïsme, met hun verering van het beest. Jongen, dan komt de slagpartijen aan. Zo net knetten. Dat weet ik. Ik heb het woord van God begrepen namelijk. Dus ik ben gewaarschuwd, zullen we maar zeggen. En Stefan Molineux, die, ja, die, die bengelt wat mij betreft in het luchtledige. Hij moet een keuze maken, en accepteren. Dat snap je? De waarheid accepteren. De grond van de moraal accepteren. En jullie ook. Maar het komt wel. En de arme gerden komt ook. Dus daar gaan we het een andere keer over hebben. Want ik, ik vorder met mijn studie van het boek Openbaring. Dat wordt erg interessant. <laughs> Ah, ik kom eraan. Ik beloof het. Ik kom eraan. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie: tjus en dag lievers.